Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Dying Light. Aflevering 20 heb ik zojuist aangezet. Leuk dat je kijkt. Aan de andere kant op de wagon, daar staat Paul. Ja, hallo. En we hebben een gigantisch toffe missie gehad net. Tenminste, als... Ah, bastard! Sorry. We hebben een gigantisch toffe missie gehad net met een komp... We hebben zeg maar TNT in een flat gelegd. Waar blijkbaar een nest was, maar heb je die dingen ook gezien, die nachtjagers? Heb je ze gezien? Wel op de map en gehoord. Nou, ik dacht dat ik die oogrondjes zag in beeld even snel van die. Dat ze die op een gegeven moment gaan zien, dan wordt het rondje rood. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ze echt bewust heb gezien, want ik was alleen maar aan het rennen. Ja. Maar goed, de vorige keer. We hebben twee pogingen gedaan, ik heb ze allebei laten zien als het goed is. En ik dacht ik als. En de eerste poging kwam we aardig ver, maar toen hebben we het gebouw niet uitgehaald. Toen is het spul ontploft toen wij in het gebouw zaten. En de tweede keer, toen... moeten we hieruit? Ja. En de tweede keer, ja. Toen rende Paul voorop. En toen kreeg ik zeg maar alle zombies achter Paul zaten. Reem's dead. Oh, even luisteren. He lied to me about that bite because he wanted me to blow up that fucking building. I don't know what the hell I'm gonna tell Jade. Maar goed, en dan. Ik ren achter Paul aan, maar toen kreeg Paul al die zombies achter zich aan. En daardoor kwam ik op een gegeven moment klem te zitten tussen de zombies. Toen ging ik net dood. Maar uiteindelijk hebben we het allebei gered. We zijn het gebouw uitgehuppeld. En dat hele gebouw stortte in. En daarna kwamen we terug bij Raheem. En als je de vorige aflevering niet hebt gezien, dan moet je dat eerst kijken. Want ik ga nu de spoilers zeggen. Maar hey, Raheem. Toch, ik heb een punt. Moment. Sorry. Raheem was een zombie geworden. En nu gaan we terug naar de toren. We gaan het even over hebben met Bracken. Wow, kom er dan. Lekker, hoor. Hey, luister, ik ren naar de toren. Ik zie je zo wel weer. Waarschijnlijk ben jij er eerder dan ik, maar toch. We zijn wel een eindje in de buurt, hè? Ik sta gewoon in het stroom, hé. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik sta in de stromende regen hier. Oh, dat was ook niet slim van mij, zeg. Oh ja. Oh, niet, het is wel druk hier. Is het al avond of zo? Een brandweerman. Ja, bijna. Op een uur. We hebben de tijd niet in de gaten gehouden, hé. Nee, het is 7:45. De regenbui trekt nu net weg. En daardoor is het wat licht nu. Het is 7:45. Nou ja, daar moeten we heen. We zijn al... we redden het al. 9:00 is het avond. 9:00 breekt de spreekwoordelijke pleuris uit. Ik ben er bijna. Hoppakee. En we zijn er. In de turen. Oeh, een brandweerman. Sorry hoor. Jeetje. Goed. Ondertussen is de nachtgozer ook nog wat voor ons liggen, denk ik. Hey, hoi. IJzeren koelvoet, allemaal spul. Super, dankjewel. En hij heeft ook een nieuwe opdracht voor ons. Zie je dat? Koffie. Oké, die nemen we ook even mee. Goed, accepteren. Bedankt. En hij heeft hier nog één aanstekengas. Allemaal extra missies die we even kunnen doen. Ondertussen moeten we hier zijn. Ja. Wacht op jou. Waar moeten we zijn? Oh, hier. Bracken. How did he die? I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. Look, he was my friend, too. He was the best one I had here. I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God, maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. Jade! Wait! Jade, goddammit! Wait! Just give her time. She needs to grieve. What? Sam! Shit!
Get down there! We can't let them take it! Wie? Wat? Zeer, de dokter. Het is nacht even, door. Waarom hebben we niet even gewacht tot het ochtend werd? Kut. Ja, dat kan wel toch, of niet? Nou, laten we doorlopen. Ja, we hebben geen keus. Wow, als een plof hier, dan doet maar. Oh, dat is niet goed, hé. Er is geen veilige zone meer, trouwens. Oh, shit. Wat zijn mannen van Rise dit? Opgeroepeld nou, jij. Oké. Okay. Wat gebeurt hier nou? Hé, hey, Paul, moet jij wat doen? Ik kan niks doen nu. We moeten ze... Moet jij wat doen? Ik kan... Ja, doe maar. Heel gek. Ik sta in de fik. Ja, ik ben dood, hé. Wil je me even in het leven maken? Thank you. Ja, ah, waardeloos dit, zeg. Ik kon niet verder. Hé, hey, ik heb nog 23 seconden, kerel. Ja, ja, komt. Thank you. Oké, okay, dat zat er nog één. Die gooit weer. Jij gooit al met die dingen, man! Stop ermee eens! Ik sta overal waar jij die dingen neergooit! Sorry. Oké, okay. Waar moeten we nou heen? Want ik zie echt niks, joh. De nacht valt. Dat kunnen we ook nog wel bij hebben. Hier, zeer. Hup. Is hij er nog? Nee. Maar ja, Liek is dit. Gelukt. Je moet hier even komen. Oh, sorry. There is no one inside. They took Zera and drove away. Oké dan. Oh, ik denk ik red hem even. Ik geef hem even genadige, genadige eind. Maar nee hoor, daar heb ik niks ervan. Goed, wat een vuurman! Shit, Brecken. Zera has been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Rice? You should never have hit that school. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back to Rice's garrison. That's gotta be where they took Zera. You go there and you find him and you bring him back alive. You hear me? Paul, wat vind je ervan om even zeg maar naar de toren terug te rennen en even een slaapje te doen? Of wil je gewoon nu in het donker gaan? Vind ik ook goed. Nee, ik wel even... Hè? Nee, ja. Laten we naar huis gaan en nooit meer terugkomen. We gaan dus even een slaapje doen. Oké okay, dan. Oeh, nee! Nee, ze zien ons. Waar ben jij? Ik ben aan het vluchten, man. Wat ben ik? Oh. Oh, ik loop er nu recht in deze. Crane, look, I know I've been hard on you. But after what happened to Raheem, and now Dr. Zera, you have to understand. Reckon there's no apologies necessary. And don't worry, I'll bring Zera back in one piece. Just be careful, okay? And I'm sorry about Raheem. I know you were close. Hell, I love that stupid kid too. Ik moet wel zeggen, het sentiment dat raakt me nog niet helemaal, maar goed. Ik moet even één punt moet ik vergeven. Goed, poei. Wat is daar nou weer aan de hand dan? Hier is nog iemand die wat te melden heeft. Oh, nog iets. Verband en medicijnen. Hup, kom maar op. Ondertussen, kijk, ga jij maar even kijken. Ik zie dat er een vracht ergens geland is. Daar dus. Pak ik even op. Poeh. Doe eens even oké. Okay. Doe eens uitnodigen. Doe eens ja hierop. Kan dat? Hé? Hey? Maar waarom kan ik niet... Ik kan allemaal van die zombies achter me aan nu. Holy moly. Ik snap niet. De vorige keer had ik ook een paar van die missies. Van die verhaalmissies. Nou, er staan allemaal van die mannen bij. Hatsiki flat. Opkoppeld. Zo. En niet weer doen. Oké, okay, wat moeten we doen? Ja, we moeten er eens op, hé. Nog eentje, toch? Of niet? Ja, hier. Auw. Hoppakee. Goed. Nou, wat een toestand allemaal. Wat moeten we doen? We moeten een noodpakket en een kwartiermeester brengen, maar dat gaan we niet doen. We gaan zeer redden. Dat is daar. Let's go.
Man. Wat een achtbaan aan toestanden hebben we nu eventjes mee te maken. En emoties ook. En emoties ook nog eens, ja. Poeh. Hoezo ga je er overheen? Vind ik leuk. Punten. Die komt niet langs, hè? Nee, dat dacht ik al wel. Hier langs wel. Hier ook niet. Oeh. Oeh, het is best druk hier. Dat is zeer helemaal. Moeten we niet naar Rise toe? Ja, het zou zomaar kunnen dat we daar wel heen moeten. Want Rise, die heeft een heleboel mannen en wapens en toestanden. En dat hebben wij dus niet, zeg maar. Ja, er zijn helemaal geen zombies hier. Stuur ons maar naar het hol van de leeuw, hè. Waar zijn geen zombies? Ja, waar ik loop, loop ik niet. Het is helemaal doodstil hier. Where the hell are you? Oh, hier niet meer. Oh, shit. Oh. Okay, daar zijn we dan. Lincoln, the garrison's shut down. The doors are sealed off. I don't think I can get in. Find another way in, then. Check the back. Don't take any stupid chances. Nee, natuurlijk. Those bastards will rip you apart if they get the opportunity. Zie jij iets? Okay, nu even niet rennen, even goed kijken. Is hier gewoon, kunnen we dit niet gewoon openfrummelen? Komen die lui eraan gerend? Hey, look over there. Ze hebben wapens, hé? Quiet. Ja, natuurlijk. I heard something. Ja, dat is niet goed. Dat zijn niet. Kijk, hierboven zo'n stijl. Ja, ik zie het. Maar er is wel prikkeldraad, dus we kunnen er niet zomaar langs. Is het geen pilaar of zo? Jawel. Er zit hier van die groene of van die gele grijpdingen. Oké, okay. I found an entrance. I can't say it was easy though. I'm going in. Just keep your eyes open. Good luck in there. Ah, ik ben naar beneden gelazerd. Nog een keer. Nieuwe poging. Oké, daar gaan we dan. En dan moet je denk ik links dus. Zorg je niet naar beneden duffelt. Oh, hier dan. Ja. Hoehoe. Ik ben er. Ja, het is even een beetje parcours, hè? We moeten weer naar boven of naar beneden? Naar beneden. Omhoog. Zien ze ons nou? I'm gonna kick your ass, zegt hij. Wat breekt er nou uit dan? De pleuris. Oh, hier moeten wij. Waar? Oh, daar. Achter ons. Oeh. En nu? Hier naar boven? Nee, wacht even. Hier dan. Nou, schieten, hè? Hier moeten wij. Oké. Okay. Op het dak. Twee ogen. Nee, twee paar ogen. Ik zie meer dan één. Paar. Rice's men kidnapped Zara. Raided his truck and took all his gear. I just hope they didn't take all his research as well. Beetje vrije vertaling is dat. Juist. Oh, we bellen met die dame. Crane here. I could really use some GRE support right now. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. The fuck? What the hell's going on? What happened to the GRE? The Global Relief Effort's position here has been diminished. We are in charge now, and we have declared Harran a Code 1 target zone. Wait. Just hang on. You can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here. Maybe thousands. Irrelevant. We're doing this to protect billions of lives. Surely you can understand that. Okay, just listen. There's this scientist in here named Zara, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, just... Acknowledged. The chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best, but you have 48 hours.
48 uur? Paul, ik moet morgen wel gewoon naar het werk, hé. Dan ga ik echt niet redden. Ik ben nu al hartstikke moe. Oh, man. Oké, kistje. Dat is zo langs, hè. Hartstikke idee. Oh, ja. Plakband, metalen onderdelen. Oké. Hey, maar de GRE staat dus voor Global Relief Effort. Weer wat geleerd. Dat heb ik nog al heel wat afleveringen inmiddels afgevraagd. Er is ook iemand die vandaag tegen me zei van... joh, weet je waarom het geluid uitvalt als jij in het menu zit? Dat komt omdat Paul dan ook in het menu zit. En dan gaat het spel op pauze. Yes. Ik dacht, weer wat geleerd. Shit, it's broken. Maybe I can pry it open. Oké, doe je best, hè. Hey, wat beter sterk, man. Dus dan neem ik gewoon echt alles mee. And we're in. Je bent echt goed bezig, hè? Ja, kijk dan, die is die kerel. Hé, hey, hier. Wat? Errol. Liggen legerwerpmessen. Wil je er ook een? Oh, hier. Wil ik een legerwerpmes? Allemaal gasten lopen hier, hè? Oh, jimmig. Jij met je verrekte molotov. Oh, kut. Hoppa. Hoeveel van die dingen heb je wel niet, man? Echt heel veel heb ik. Ik heb heel veel. Gooi je die gasten met legerwerpmes of zo? Ja. Het is allemaal in de fik nu, hè? Maar wij kunnen er ook niet langs. Met je lekkere monotop toestand. Ja, joh, gooi er nog één. Hoppakee. Het is super. Super effectief. Ik pak alles van die gast mee. Hoppakee. Hamerbijltjes. Dat vinden ze populair hier, hamerbijltjes. Kop eraf. Wow. Er gaat nog eentje. Oh, wapenwerking, wacht even. Nu alweer. Nog steeds niet, wacht even. Wacht even, gast, ik moet even mijn wapen maken. Moet ik helpen? Nee hoor. Nou, hij doet het weer, hij doet het weer. Hé, hey, joh! Wat? Niks, ik denk hij gooit weer een molotov, maar jouw wapen heeft ook vuur. Doet hij het weer. Ik heb mijn inventaris vol, dat is jammer zeg. Ik heb vast wel iets doms dat weg kan. Zoals een ijzeren koevoet. Hop, opmantel die handel. Zo. Of die Pokémon kaarten. Buitengewoon composiet honkbalknuppel. Zo, Pokémon kaarten, weg ermee. Kijk man, dit soort wapens jongen. Stel je voor dat... Dit soort wapens zijn fantastisch. Ik moet eigenlijk even een opslag vinden, dat we al die zooi even kunnen weggooien. Where are you, old friend? Gaat het nu over Rice? Hey, hoi. Nee! Ach, kerel! De zoveelste keer dat ik dood ga vanwege jouw verrekte vuurbommen. Ah. Oh. 25 seconden nog. Thank you, en ik lig weer. Ik zag namelijk niet dat jij er al liep. Ik liep er al. Toen ik gooide, toen was jij daar opeens. Maar ik zal wat minder gooien. Sorry. Nou, op zich is het niet echt dat je er heel veel gooit. Lekker doen, zeg ik. Alleen, misschien toch even een beetje kijken ook. Hé, hey, hier staat Kareem! Ik herken nu. Ja, precies. Ik herken het nu inderdaad. Dit is de hal hier waar we waren. Brecken, I couldn't find Zara inside. The building looks empty, though. There's an underground level. Maybe he's down there. Een underground level. Ik heb trouwens ook een pistool, laat ik die maar eens even pakken. Zo. Hier is een kist. Een moeilijke kist. Moment hoor. Ga hem even openmaken, ga ik de rest even pakken. Wat ligt hier dan weer? Cosmetica. Hoppa, in één keer. Dat doe je goed man. Lekker pissie. Oh, dat ziet er goed uit, dat wil ik ook hebben. Moet ik even wat doen aan mijn... Wat ligt dat? Wat is dat voor iets dan? Inventaris vol. Ja, maar ho. We kunnen even wat goedkope dingen kapot maken. Zoals dit ding bijvoorbeeld. Eenvoudig bijltje. Weg ermee. Alles wat minder dan 100 schade doet, gaat even in de prullenbak. Dit bijvoorbeeld ook. Nee? Hup. Ik moest het lift inderdaad. Ik ontmantel alles nu. Dan nemen we de primitieve pikhaak mee. Hier liggen allemaal waardevolle dingetjes, joh. Wat is dit dan? Pistoolmunitie allemaal. Ja, maar pistolen liggen er dan weer niet.
Dit zijn al typisch van die plekken. Hier is een Duits pistool. Oh, die heb ik opgepakt. Die is ook goed. Ik had al een Duits pistool, want die heb ik toen gekocht. Nou ja, goed, die kan ik wel weer verkopen. De computer staat nog wel aan trouwens. Oh, kunnen we even een slimer zetten? Want dan kunnen ze hem morgen meteen weer gebruiken. Ja, die energie, jongen. Alle verspilde energie. Zonde. Ja, hier om de hoekje moeten we zijn. Nou, dit voorspelt niet veel goed. Wacht even, ik heb een pistool. Ik ga nu lekker schieten. Wat neem ik nou dan? Nachtzicht? Jee, maar dat is veel te fel hier. Ik hoef helemaal niet wel nachtzicht. Nee, dat denk ik op ongeluk, deed ik dat. Ja, weet ik. Pak ze! Zo, dat zal ze leren. Ja, als jij die molotov gooit, dan zie ik helemaal niks meer. Oh man, ik hoop dat het snel uitgewerkt is, hè, die zooi. Ik zie echt niks. Eén grote felle witte. Het is net zo van. Ga niet het licht in, zeg maar zo. Een soort albino ben je nu. Ja, het is echt heel licht. Wacht even, hier, kijk eens. Even daar. Hier, een mitrailleur! Wat verdorie is een mitrailleur? Die wil ik echt hebben. Oh shit, die wil ik ook. Wacht even hoor, ik moet even de kop maken. 137, hè, mijn Duitse pistool die is nog wel echt de bom hoor. Dus die gaan we er even bij houden. Zo. Ik heb wel goede wapens nu, hé. En mijn drankjes zijn er ook uitgewerkt. Dan zie ik ook waar we zijn. Maar sowieso, die geweren. Die zijn wel mooi om mee te nemen. Die kunnen we even kopen. Ah, oh, natuurlijk. Ja, hopsakee, geweer, munitie ook nog. Maar nadelen zijn natuurlijk ook op ons schieten, hè? Neem weer zo'n drankje, verdorie! Weet je hoe het komt? Ah. Ik ben dood. Wacht even, ik zie je niet, hé. Links naast je. Ja, wacht even, hoor. Stop, nog 10 seconden. Ja, ik moet hem neerschieten, joh. 10 seconden, kom. Links, onder. Waar, hier ben je, hier. Ja. Ja. Holy shit. Ja, maar ik zie niks, jongen. Ik moet die drankjes even weg doen, die knop. Oh shit, ik zie niks meer. Ik ben dood, Paul. Ik ben dood, help. Moment. Shit, hé. Het komt omdat ik niks zie. 24 seconden. Ik moet geen drankjes onder die knop houden. In de meeste games doe je zeg maar hier met de linker trigger leg je aan, met de rechter trigger schiet je als je een wapen in je hand hebt. Nou heb ik onder mijn linker trigger had ik de nachtzichtdrankjes, maar elke keer doe ik automatisch als ik wil aanleggen linker trigger ingedrukt houden. Doe je dat ook, hè? Druk jij die knop ongeluk in? Nee, ja, natuurlijk niet. Nee. Natuurlijk niet, hij niet. Maar ik wel, dus sorry. Nee, ik geloof het niet meteen, daar gaat niet om. Mag even hoor, inventaris. Ik gewoon even al die meuk weggooien, want ik wil al die wapens gewoon meenemen. Zo, op. Hamerbeeldjes bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. Zo. Inventaris vol. Maar goed. Dus dat gaat de hele tijd mis bij mij. Politiegeweer, ook leuk. Is it? Zeer, wij zijn het. It's me. Green, thank God. Listen, this is important. I'm not safe anymore, obviously. But my research must not die with me. You're not gonna die, Doc, but right now we have to get out of here. So please, lower your voice. Oh, yes, all right. But understand, my research, it must reach Dr. Camden. That's why I gave the packages to Jade. I know you said you would deliver them, but she was there, and time being of the essence. Doc? What? So, it takes no more than a false hope of rescue to loosen the good doctor's lips. Hunt the scorpion down, spare no resource. With pleasure. And these two? What should we do with them? You'll never find her. Never.
and I'll never talk. You'll get nothing from me. I am less concerned with making you talk, Doctor, than I am in preventing your escape. Sadistic fuck, he's an old man! No. Give the doctor some first aid. And take Crane to the pit. Oh, we gaan pitfights doen. Ik ga in ieder geval buiten. No, no. Stand him up. Oh shit. Doc. You come to us like a snake in the grass. Here, in a city of lies. You are the biggest liar of them all. What the hell are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes. Lose control. That is what you Americans are so good at, after all. If I... Heel goed. Not bad. Zo! Clear out the corpses. Leave Crane. Yes, sir. Oh, hier komen zombies af. Dit is een zombiepit, Paul. Wedden? Ja, liever niet. Oh, nee. Hoor je ze Rise roepen? Moet je nou kijken bovenin, man? Ja, ik zie het. Ik ga even ergens bovenop staan, trouwens. Oh ja, daar zijn ze dan. Wat een markt op de grond gooien? We moeten met onze blote vuistjes even zombies neerslaan. Hey, hoi. Pak aan. Telepoot, ook nog. Leren? Oké. Okay. Oh, jij hebt meer. Wat een shame, you'll be a corpse by then. Poeh. Is this your first feeble attempt at controlling your own destiny, Crane? Too little, too late, I fear. Hebben ze al alles een mooie wapens afgepakt, hé? Impressive. For a walking dead man. En er komen er waarschijnlijk nog meer aan. Ja, een speciale oh, bloemie gehad, hè? Let op. Hier. Oh, we moeten daar nou. Overleef de arena. Pak het kapmes op. Oh nee. Oh, let op, dit wordt het heen. Van die brandweermannen. Denk je dat het brandweermannen zijn of boemers? Wow, wat is dit joh? Oh nee! Nee, nee, nee! Jij hebt deze hoor. Wow, wat is dit voor iets joh? De sloper? Nee jongen, ik ben af te koud meteen. Wat is dit voor ding? Dit is een tank. Dit is een tank, dit is precies als een tank in Left 4 Dead, man. Hij gooit allemaal dingen tegen me. Holy moly, hé. Het doet al pijn, hé. Dat is even oppassen van blazen. Even wegwezen. Wat heb ik voor moois? Ik heb nog steeds een zware wapen. Toch of niet? Dit ding heb ik. Oh nee, ik heb die grote niet meer. Even rennen! Hij staat achter me aan! Zo, dat is niet het! Oeh! 18. Heb ik nog een EHB op, ketje? Nee! Hij redt achter me aan! Woehoe! Yeah, baby! Wat ligt hier? Rotjes! Waar is die? Ik heb 13 health. Wow, hij heeft me dood gemaakt. 1800 overlevingspunten. Tak. Ja, dat ben ik wel kwijt. We komen nu rennen op de zombies doorheen, klitsje. Nee, toch. Hop, groebels. En ik ben nu ook dood. Actie. Ah,
Nou, niks ervan, niks ervan, niks ervan. Auw, die klappen doen echt pijn, jongen. Oh, ik ben dood, hè? Hartstikke idee! Ik kan, dat was vast de enige sloop, hè? Dat hij... wacht even, mijn wapens even een stuk. Oeh. Ik ga nu zo meteen weer dood. Ik kom hier aan, hè. Oh nee, gif! Ik ben geïnfecteerd. Oh nee toch! Ik ben geïnfecteerd, en nu? Provided some quality entertainment for my man. Too bad it's a one-time performance. This will only prolong the inevitable. But try to make the best of it, hè? Oh nee, het wordt alleen maar erger, Arjan. Het wordt alleen maar erger. No one say I never gave you anything, Crane. Nee. Nee. Kom op, man. Heb je ook kindje? Heb je ook kindje? Oh, hier, moeten we op jou wachten. Je moet hier komen. Goh, ik was blij dat ik er een vond. Ik denk, hé. Your skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Lower the platform. Dat is dom. Want nu gaan wij ze doodmaken, Paul. Pak ze. Kom maar hier met je bek. Drop the weapon. Die tattoo die staat mooi boven mijn bed, in mijn slaapkamer. Aan de muur, ja, in een chaos. Lijstje. Naast me hebben we al Kitty Kiyama. The order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Hassan, can you hear me? Loud and clear. Publish the file. Right away, sir. And there, easy sir. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Crane? You only prove my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. Nee! Hopsakee, dat bedoel ik. Hartstikke plat. En nu Rice. Hoep, 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 hoep. Lekker. Hop, hop, hop. Zo de mythes, dit was cool. Ben je hier nog? Come on, let's get you out of here. Green. Oh nee. Save these people. They don't deserve all of this. You, give me that torch. Moet je kijken op een stoertje. Maar hij brandt zijn hand wond dicht. What are you trying waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. We zijn aan de beurt, denk ik nu. Ja, rennen. Ja. Hey, EHBO-doos. Oh, en start. Wow, kill, ik ben dood. Ik ook. Al die overlevingspunten kwijt, jongen. Daar houden we niks meer van over. Maar het is voor een goed doel, hè. Moet we heen? Hier naartoe. Ergens. Hier naar boven. Waar naartoe? Heel rennen. Daar gaan we. Nou, ik ga. Oh man. Nee!
Oh, nee, no. Kom op! Nee! Almost got me. Waar schiet hij daar allemaal vandaan, jongen? Fuck. Ik loop het hol van de leeuw nu. Kom op nou. Dood. Ik weet dat niet waar ik ben. Ik denk dat het aardig goed zit, maar. Het stuk echt van een mindere missie. Ik ben er bijna. Dat kan niet goed zijn. Het wordt nu ineens heel stil, Paul. Ah, ik ben alweer dood. Weer 1800 punten. Ik heb verloren. Oké, en nu? Behendig. Behendigheidslevel omhoog. Jee, dat is leuk nieuws. Maar nu? Oh, daar is een deur. Ik wil aan jou toezetten, maar dat kan helemaal niet. Nee, dat zal wel kunnen, denk ik. Ik loop nu in een riool. En dit is het niet. Je hebt van die gasten af nu, of niet? Ja, ze zijn er niet meer. Oh nee, ik moet naar boven, ik zie het al. Ik moet naar boven, ik zit niet goed hier. Ik moet een trap op. Daar is een deur. En weg. Oh my god! No, not this again! We moeten enters in hebben. Goed! We moeten naar de toren rennen. Waar we het nu doen, of zetten we eerst even een punt achter? We zijn echt al lang bezig. Waar is de arena? Of waar is de dinges? De toren. 300 meter. Nou ja, we rennen er even heen. Laten we dat maar doen. In de hoop dat dit het laatste stukje is. Ik kan niet meer rennen, hé. Ik kan niet rennen. Ah, ik ook niet. Dat komt door die infectie shit. Nou, mooi is dat. Het is niet als een soort van trekkerroos in GTA. Not this again. Niet goed. Straks mutieren. Dat is helemaal niks meer. Trip me maar van mallen. Ja, de zombies kunnen ons gewoon heel makkelijk nu inhalen. Man, het wordt wel heel beroerd nu, hé. Ja. Echt irritant dat we niet kunnen rennen. Daar is de toren, daar moeten we naartoe. Oh, het gaat allemaal langzaam. Stomach. Sarah. Sarah's dead. Ja. Dat het avond is, hè? Oh, where am I? I had to hide you at the pier. Half of Rice's men are after you. Whatever you've done, it's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. Well, she tried to. Camden radioed that Rice's thugs had found his lab. So he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group called the Saviors that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the Cauldron near the highway.
The contact's name is Cenk. Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. All right. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. You know, most men in your situation will crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate, and good luck. Goed, en nu zijn we in de veilige zone. Oh, wacht. Here's your gear. Best regards from Karim. We hebben onze spullen terug. If you see him, thank him for me. We hebben onze spullen terug. Yay. Zit in de opslag. Nee. Alles zit erin. Of niet? Hebben we alles weer terug? Nee, alles wat we hadden zit in de opslag. Oh, geweldig. Geweldig. Nou, dat zoeken we nog wel uit. Lieve mensen, dit is een lange aflevering geworden. Maar wat een aflevering, Paul. Man, 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 wat hebben we een actie gehad. We hebben weer een nieuwe monster ontdekt. Alle Left 4 Dead monsters komen voorbij. We hebben nu de tank gezien. De sloper. Maar goed, in ieder geval, we zetten hier een punt achter. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen. En wij zien je dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye. Yes. Doei.